Oh, ik ben toch wel. Je hebt dit level gemaakt. Oké. Chill, chill. Je hebt dit level gemaakt. Chill. Oké. Oké. Ga je dit benen? Wat zegt hij? Wie heeft dit level gemaakt, zegt Jordi? Serieus? Gaan we hier. Oké, Yoshi. Yoshi is terug. Oké, nice. Oh. Oké, het is Bowser nu. Oké, kom maar met die bommen. Kan ik weer praten? Oh, ja. Hoi. Je kan praten. Ik kon jou vanaf je nul. Gelukkig. Hè. Wifi ging opeens helemaal weg. Gewoon die vuur, gewoon die vuur pakken, Yoshi, poetsen. Maar waar ging het naar over? Wie is Jordi? 9 minuten, 45 seconden en 7500ste later. Wat even, Yoshi, ik gebruik zo weer. Misschien die bommen helpen. Nee? Oké, hier zo en... Oké, die bommen komen. Yes! Oké, Yoshi, kom. Ik denk dat dit de level is. Dit is de level. Oh. Oké. Oh, nee, dat wilde ik niet doen. Yes! Nou Jelle, het was wel een heel leuk level. GG for that. En daarna gaan we Splatoon opstarten. Ja. Yep. Hallo Jarno, mijn donker. Zeg niks. Stop. Zeg niks. Doen ze echt vaker. Zeg niks. Jarno en ik lijken niet op elkaar. Echt nee, totaal niet. Jullie zijn allebei een jongen, dat is de overeenkomst. Ik heb een veel zwaardere stem. Oké, ik ga nu de level van Jan spelen, genaamd Super Mario Maker Stream Level. Oké, ik zie je, Jan. Ik zie je. Alleen, het zijn twee wegen. Eén weg is makkelijk, de andere is moeilijk. Nou, dan gaan we gewoon niet meer kijken. Ik weet het ook niet, vraag niet aan mij, alsjeblieft. Welke games die nog niet aangekondigd zijn, hopen jullie op deze Switch te zien? Nou. Ik hoop op Pikmin. Ik hoop Pikmin, want die heb ik ook. Veel. Pikmin is zo vet. Er is een gerucht, hè? Bij Bart Smit en Intertoy staat een soort placeholders voor Assassin's Creed. Assassin's Creed. Volgens mij gaat Bart Smit gewoon op geruchten uit. Er zijn zelf geen leaker of zo. Ook al ben ik goed met mijn video's in het Engels. Er zijn gewoon dezelfde geruchten als die in die van Laura K. Dale stonden. Bart Smit gaat toch binnenkort naar Intertoys? Ja. Van Gonker bepaalt dat. Dus ik denk dat hij weggaat. Ga je dood? Je gaat dood door Goomba's. Nee, dat ga ik niet. Jawel, heb ik net. Ja, ik was dood. Nee, maar die bumpers zijn moeilijk. Jarno? Was dit zo kort? Ja, Jarno. Was dit echt zo kort? Ja, nou, er zit dus nog een andere. Ja. Oké. Want... Doe maar eens een keer het tegenovergestelde van... Oh, GG. Oké, jongens, we gaan nu. Jij gaat nu. Oké, ik ga weer. Doei. Kan en toch is Jarno betaald. Nee, ik ben niet betaald. Oké, shut up. Oké, 3, 2, 1. Oké, jongens, we zijn terug van een korte pauze. We gaan nu Splatoon spelen. En je hebt ook de mogelijkheid om... Je kan kans maken op dat je bij de volgende livestream mee kan praten via Discord. Wat de regels zijn hiervan is, wie de meeste punten heeft, die kan volgende livestream meepraten. Dan ga ik nu even de regels uitleggen. Jordi is betaald. Laurens. Ik ben niet betaald. Laurens, stop nou even. Oké. Dat jij was weg. Maar even, oké. Dus de regels zijn... Kerkheel krijg je punt. Wat? Mag ik één ding gewoon zeggen? Ja. Dat net wat we hebben tussen haha en yeah. Ja. Dat was allemaal te horen wat we zeiden. Wie zegt dat? Roel. Ga maar verder met je verhaal.
Oké. GG me, though. GG me. Oké, blame me maar, blame me maar. Dit beleef je alleen maar live. Alleen live. Oké, vertel je verhaal over de regels. GG. Ik ben exposed, ja. Welkom bij Community Live, de show waar wij het over gaan hebben over vage dingen met muziek. Ja. Echt GG ik. Ik dacht dat ik gewoon al dat ik eruit had, maar nee. Wauw. Nou ja, het is live. Het maakt niks uit, het maakt niks uit. Waarschijnlijk gooi je dit alleen maar live, want er wordt gedaan voor het uitgeknipt. Dus jullie weten wat er is gebeurd, de rest niet. Dan kijk ik wel even. Je hebt nog alle kans. Ja, jullie hebben nog de kans om mij toe te voegen. En dan kunnen jullie ook meedoen. Ik ga gewoon met de sniper. Hetzelfde als gisteren. Oh. Ik heb geoefend. Echt? Ja. Ik heb allebei goed. Sando wint 100%. Thank you very much, Sander. Dankjewel. Het is very much appreciated. Oh, ze zijn daar. Ik zie ze. Ik zie ze. Ja. Ik ga verstoppertje spelen. Oh, nee. Zo goed. Ah, jammer. GG Patricia, GG. GG René, GG. Oh, zijn we dus... Oh, wel even, dit doe slim, doe slim. Ik ga gewoon hier bij onze dingen nat maken. Ver. Ja, dat zet ik nu ook weer doen. Doei. Huh? Wat bedoel je hier? Oh, wacht. Ja, dit is vertraging. Laat maar. Oké, je moet hem niet tim. Je moet zo meteen Tim even toevoegen aan je vriendenlijst, hij heeft je al toegevoegd. Wie? Tim, Wening. Oh, Tim, oké. Okay. Hij wil ook echt meedoen met dat team. Yay, Tim. Wauw. Zomaar heb ik gewoon de dingen achter. Ja, dat... Oh, Paul. GG. Ja, dat... Ja, die gaat wel winnen. Ja, ik denk gewoon... We weten het al. We weten het wel. Misschien was het ook eigenlijk beter in het idee dat ik gewoon geen dingen sneeuw. Oh. Oké. <Okay. laughs> Ja, gisteren was het nog erger. Ook nu we het over hebben over gênante dingen. Ja, niet. Nee, we gaan het niet over gênante dingen. Weet je, ik ga niks doen. Hey, Jarno. Serieus, precies op dat moment dat schild ding. Ga weg. Ik doe gewoon niks. Doe echt bijna gewoon helemaal niks. Nee, maar kijk, doe gewoon wat ik doe. Doe gewoon wat ik doe. Kom. Gewoon als een squid zwemmen. Gewoon. Hier, okay. Kijk zo. Hey, dat blijft. Yay. Nee, niet schieten. Gewoon een jump. Wie komt in beat? Ja, ze doen me niks. Oké. Dit is raar, maar goed. We kunnen niks meer doen, we hebben toch verloren. Hallo, we zijn er weer. Nee, wie komt in beat? Wie don't shoot? Jono, ga je lekker? Dit is echt de meest random match ooit. Hallo, laatste 3 seconden. Yeah! Ja, we hebben. Ja. Oké. Okay. We zijn zo erg gewonnen, hè? We zijn gewonnen. Ja. Oké, dus. Ja, no. Ja, ik doe dat. Ik kan verliezen. Ja. Yes! Nice. Oké, dat was het. Precies 9 uur. Dat was het echt. Yeah. Maar wacht even. We gaan nog niet eindigen. We gaan nog uitrekenen wie de winnaar is. Bekend maken. Ja, we gaan kijken. Ik heb 6 keer iemand gesplat. Oké, dus ja, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het spelen met dit. I want to thank you also for Kai for playing this. Yes, thank you for that. Thank you very much, Kai.
Oké, so, ja. We gaan nu even kijken wie er gewonnen heeft voor de volgende livestream. En het is... Even kijken hoor, ik ga even alles stellen. Oh, wat even. Ik blijf dit niet eeuwig doen, hè? Ik stop al. Oké, wat even hoor. Muts. Ja, ik vind het wel... Ja, het is wel jammer, Vince, maar ja, volgende maand gaan we verder. En dan is het wel hier heel iets anders. Hé, hey, nog geen trommelgeroffel, man. Stoppen. Niet boos worden. Oké, maar even, kijk. Volgende maand is het eigenlijk dat we de Wii U eigenlijk wegdoen en gaan gewoon, we gaan gewoon switchen naar de Switch. We switchen van de Niet Wii U volgende naar de maand al, niet volgende maand. Jawel, februari. Februari. Het is februari, ja. Nee, maar ja, kijk, maar... we gaan een soort livestream doen volgende maand. De beste game spelen van de Wii U. Ja. Oh, die heb ik niet. Ja, nou heb je pech. Ja. Toch verder, Joel. Dat is pech. Ja, dat is pech. Oké, ik haal me even een plat blokkeren daar. Ik haal mijn kladblok hierbij. Zijn dat dan niet lekker groot? Oké, ik ga even... Eén van de beste is van Mario Kart 8. Ja, ik kon het ook. Oké, dus jongens, ik ga nu tellen wie de meeste punten heeft. Nu ga ik gewoon trommelkoppen. Nog niet, hè, nog niet. Jullie mogen nog even praten, want ik moet nog even checken. Nou, Jordi. En wat vind jij leuk aan de Switch? Ja. Die achterste knopje die je erin kunt drukken. Oh, leuk zeg. Ja, daarom koop ik hem ook. Ja, tuurlijk. Alleen voor een knopje. Ja, iedereen wil toch dat knopje? Iedereen wil dat knopje, ja. Tuurlijk. Ja, iedereen wil dat knopje. Ja. Nee, ik vind het gewoon uit het plastic, vind ik. Ik koop het voor plastic in de doos. En niet voor een console zelf. Nee, dat snap ik natuurlijk volkomen. Ja, iedereen wil de plastic. En dat knopje. En het knopje, ja. Het plastic en een knopje. En het knopje. En het knopje, ja. En niet voor de revolutionaire dingen die erop zitten, net zoals handheld mode en TV mode en... dat boeit toch niemand? We moeten gewoon... een promotiepagina maken met het knopje. Koop het knopje voor 50 euro. Nee, 330. 330, ja. Dat andere wat je erbij krijgt, boeit allemaal niet. Je wil gewoon het knopje. Knopje. Iedereen wil het knopje. En weet je al wie de winnaar is, Joel? Ik ben nog even aan het tellen. Want het, ja, het is een beetje... Kom op, we gaan niet eeuwig door met het knopje. Nee, want het knopje begint een stop met vervelen. Die knopjes nou. Nee, we gaan verder met het knopje. Wat is er met jullie en knopjes? Serieus? Ja, oké. Maak die switch. Koop het knopje. Het nieuwe promotievideo. Alleen maar een knopje wat wordt ingedrukt. Wat even, we hebben de uitslag. Oké, de winnaar. De winnaar van de livestream van Community Live 2 is... Appelsap. Gefeliciteerd, Appelsap.